Wat is een moodboard nou? Wat kan het voor jou betekenen? Hoe werkt een moodboard? Alles over een moodboard leek me leuk om aan je te gaan vertellen. Hi, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Het is namelijk alweer bijna einde 2020. Nog 2 maanden en dan is het jaar alweer voorbij. Letterlijk gevlogen als je het mij vraagt. Wat een tijd, jongens. Oeh, wie had dat van tevoren kunnen bedenken? Nou, ik echt niet. Ik had hem al een beetje voelen aankomen, dat wel. Dat was heel raar. Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Wij waren bezig met vakanties uitzoeken. Voor eind vorig jaar, omdat we meestal ongeveer rond de 3-4 vakanties per jaar doen. En de eerste vakantie is altijd richting april ongeveer. Dus we waren al een beetje aan het kijken en het voelde voor mij gewoon niet oké. Ik voelde al eind 2019 van nee, we gaan niet op vakantie of we gaan niet zo vaak of we gaan niet... Er is iets, er zit iets energetisch. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar ik had ook niet echt behoefte om te kijken of zo. Ik wist niet waar ik dan heen zou willen of waar we dan heen zouden kunnen gaan. En ook David, mijn vriend, had zoiets van, ja, nee. Het was heel raar hoe dat werkte. Allebei hadden we zoiets van, ik heb niet echt de behoefte. Nou, ik weet het niet. En... toen op een gegeven moment was het dus zo dat we nog geen vakantie hadden. En we hadden ook zoiets van, nou, we zien het wel. En toen was het dus begin coronaperiode. En werd alles in lockdown. En was gewoon überhaupt geen vakantie meer mogelijk, om het zo maar te zeggen. En toen keken we elkaar echt zo aan van, wat de hel. Dit was echt een beetje hetgene wat we echt al voelden aankomen of zo. Eind 2019. En toen was het hier nog niet, hè. Toen was het in China. Toen hoorde je wel wat geluiden. Maar verder, ja, er was helemaal geen sprake van hier dat het op deze manier zou gaan lopen. Dus zo grappig hoe je dat dan toch intuïtief aan kan voelen, hè. Heel bizar. Maar goed, een moodboard. Ik ga je er alles over vertellen, want we zitten eind 2020 en dus is het misschien wel leuk om nu straks een moodboard te gaan maken voor 2021. Een moodboard. Wat is als eerst een moodboard? Een moodboard is een, het kan een schilderij zijn, eigenlijk gewoon een bord, om het zo maar te zeggen, op een canvas of op een kartonnen doek of iets anders. Dus echt een bord, om het zo maar te zeggen, met letterlijk erop wat je zou willen bereiken dat jaar of die maand. Of maar net hoe jij hem, wat jouw intentie is voor het moodboard. Dus je kunt hem zo maken zoals jij hem wil. Vaak zien we dat die gemaakt wordt per jaar. Dat is ook wel leuk. Dan heeft het ook echt de tijd, zeg maar. En dan kun je er echt mooie grote dingen op gaan zetten. Ik ga je meenemen in mijn moodboard. Deze heb ik eind vorig jaar dus gemaakt. Als allereerst fit en gezond heb ik erop geschreven. Dat vond ik heel erg belangrijk. Dat ik echt me fit en gezond voelde. Omdat ik heel erg struggelde met mijn hormoonhuishouding vorig jaar. En dat zat gewoon echt niet lekker. Ik was ontzettend moe. Ik had heel veel last van mijn lichaam. Dus ik voelde me echt totaal niet fit en gezond. En een moodboard is eigenlijk iets wat je echt puur op intuïtie maakt. Dus je hebt een intentie, maar als jij dus bijvoorbeeld alleen maar op gaat schrijven dat je veel geld wilt, omdat een ander bijvoorbeeld veel geld heeft, of je wil veel geld om veel geld te hebben, om het zo maar te zeggen. Dus er zit niet echt een juiste drijfveer achter, dan zul je het nooit gaan bereiken. Als jij bijvoorbeeld ontzettend graag naar Bali op vakantie wil, omdat je echt... die cultuur wil ontdekken of omdat je echt denkt dat je persoonlijke groei ten goede doet of je ontspanning of wat dan ook. Als je echt voelt dat het jou verder gaat helpen, zet het dan op het moodboard. Dan gaat het voor jou werken.
Nou, verder heb ik opgeschreven dus ook een fit lichaam. Even kijken hoor. Ik moet zelf ook even kijken wat ik allemaal... geld ook, omdat ik heel erg graag geld wilde gaan verdienen met mijn bedrijf. Wat je nodig hebt, komt naar je toe. Koffiezetapparaat. Want ja, dat is echt iets. Ik ben dol op latte macchiato's. En ik, ja, het leek me echt super fijn als we een koffiezetapparaat zouden hebben. Waar je dan dus gewoon heel makkelijk mee kunt zetten. Nou, here comes the sun. Heel veel zonnige plekjes. Love, nature, happiness. Coaching, met plezier. Ja, dat eigenlijk. Letterlijk alles... is uitgekomen, jongens. Alles. Ik ga even wat meer zo zitten om het uit te leggen aan jullie. Wat je nodig hebt, komt naar je toe. Dit heeft echt heel erg centraal gestaan in heel mijn 2020. Alles wat ik nodig had, alles wat ik mee heb gemaakt, heb ik nodig gehad om te groeien. 2020 is denk ik echt het jaar waarin ik ontzettend veel oude wonden heb mogen aanpakken. Datgene wat er nog zit, wat ik nog mocht veranderen om in het leven te staan zoals ik nu in het leven sta. Allemaal oude angsten, oude pijnen, die heb ik dit jaar heel erg aan mogen pakken. Heel erg de angst om zichtbaar te zijn heb ik geshift. Ik vind het nu meer, ja, leuker dan ooit om zichtbaar te zijn. En eerst durfde ik dat niet. Was ik gewoon super bang wat anderen van mij zouden denken. Dat zou je niet zeggen, want ik maak echt al heel lang YouTube-video's. Maar heel vaak, als ik dan een video had gemaakt, dan dacht ik daarachteraf van... oh, wat zullen anderen wel niet zeggen? Of nou, dan kunnen ze dit en dit nog van mij gaan zeggen of dat. Ik was daar best wel onzeker over. En nu denk ik echt, nee, ik maak gewoon video's die ik leuk vind... En dan maakt het niet uit wat een ander ervan vindt. Want ik vind hem leuk. En daar gaat het uiteindelijk om. En als een ander hem dan ook leuk vindt, nou, dan is het alleen maar mooi meegenomen. Maar het hoofddoel is dat ik hem leuk vind om te maken. Want het is mijn leven. En dus daarin heb ik heel erg mogen shiften. Is er van alles op mijn pad gekomen waarin ik dat aan heb mogen pakken. Waar ik heel dankbaar voor ben. Want daardoor voel ik me echt nog gelukkiger. We hebben een ontzettend mooi nieuw koffiezetapparaat. Here comes the sun. Nou, ik denk dat we het met z'n allen wel over eens zijn dat begin 2020 ontzettend lekker was. Hoe lang hebben wij zon gehad? Nou, echt wauw. Echt, we hebben echt heel mooi weer gehad. Heel groot deel van 2020. Ondanks dat we thuis zaten, nu ook weer. De zon schijnt gewoon. Het is echt heel erg mooi weer. En... we hoefden eigenlijk dus helemaal niet op vakantie naar de zon, want de zon was er gewoon. Waardoor ik dus onder andere ook weer heel veel ben gaan wandelen, met name nu met de corona. Ik wandel echt iedere dag, omdat ik heel veel zitwerk doe. Dus ik vind het heel belangrijk om dus weer fit en gezond te blijven, om me goed te voelen, om een gezond lichaam te hebben. En ja, wandelen helpt voor mij daar heel erg bij. Ook om me goed te voelen, me rustig te voelen, overzicht te hebben, focus te hebben. En echt 2020. Het enige wat we eigenlijk nog kunnen doen is momenteel ook weer wandelen. Verder is er heel weinig wat je nog kunt doen. Dus ik ben echt dit jaar ontzettend veel in de natuur geweest. Ontzettend mooie plekken gezien. Zoveel mooie wandelroutes afgegaan. Echt wauw. Ook daarvoor weer mega dankbaar. En ook weer uitgekomen dus. Dit was ook het jaar waarin ik best wel struggelde met mijn bedrijf. Ik wist niet zo goed wat ik... ja, welke richting ik nou op wilde. Hoe ik het moest verwoorden. Welke mensen ik dan wilde helpen. En... heel erg de onzekerheid, kan ik wel mensen helpen? Toch die stem laten overheersen van, ja, maar wat nou als het niet lukt? Of wat nou als het niet goed genoeg is? Of wat nou als dit, wat nou als dat? En dat heb ik ook heel erg weten te shiften. Ik ben echt heel erg gaan staan voor hetgeen wat ik wil uitdragen. En dat is dat ik iedere vrouw gelukkig wil kunnen maken. Of kunnen zien, zeg maar. Ik kan jou niet gelukkig maken. Dat zul je zelf moeten doen. Maar ik kan jou wel helpen daarmee. Ik weet welke tools jij nodig hebt om jezelf gelukkig te kunnen en mogen maken. En dat bied ik dan ook aan in mijn cursussen.
En daar ga ik, ja, daar sta ik nou helemaal voor. En dat vind ik echt geweldig. En daar wil ik echt zoveel mogelijk vrouwen mee helpen die struggelen om het geluk te vinden. En zoals ik zelf ook heel lang gestruggeld heb om het geluk in mijn leven te vinden. Wat ik nou toch echt wel heel erg de laatste jaren gevonden heb. Dus ja, meer coaching. En dat houdt ook in meer geld. Ik heb, dat is ook superleuk, geld echt. Dit jaar is echt een manifestatiejaar ook weer geweest. Eerst was ik echt met manifesteren dat het me lukte om bijvoorbeeld dingen te manifesteren als, hoe moet ik dat zeggen, ja, producten bijvoorbeeld. Dus dat ik dacht, van nou, ik wil heel graag inderdaad een koffiezetapparaat. En dan ging ik dat zo visualiseren en zo naar dat verlangen hebben, zeg maar. Dat ik uiteindelijk, dat het dus op mijn pad kwam en dat ik een koffiezetapparaat zou hebben. En dit jaar is dat me dat ook gewoon gelukt met 1500 euro. 1500 euro, jongens. Is me gewoon gelukt om te manifesteren. Wat? Daar ben ik nog steeds zo blij mee. Het is namelijk zo. Ik merkte gewoon met mijn bedrijf dat het niet helemaal lekker ging. En dat ik echt iemand nodig had, een coach nodig had die mij kon helpen. En die heb ik toen gevonden. En ik voelde bij haar al van, jij kan mij verder gaan helpen. En toen deze haar aanbod en het eerste wat ik dacht was, dat is best veel geld. Dat was dus 1500 euro. En geld dat ik niet heb. Ik heb het gewoon niet. Want toen had ik nog niet zoveel, of niet zoveel klanten inderdaad. Dus ik had ook nog niet zoveel geld. En ja, toen, mijn gevoel zei gewoon heel erg, mijn intuïtie zei heel erg, Saar, dit moet je doen. Dit is voor jou, dat geld, dat komt er wel. Ga dit aan. Zeg hier ja op, dat geld, dat komt er wel. En met die intentie ben ik het aangegaan. Heb ik ja tegen haar gezegd. Ik heb letterlijk tegen haar gezegd, geen idee hoe ik dit ga betalen, maar ik ga dit betalen. Ik kan dit. Ik voel dit. En ik mocht het in 3 termijnen betalen. En die 3 termijnen, die heb ik gewoon betaald. En het geld is gewoon letterlijk naar me toe gekomen, jongens. Letterlijk. Gewoon echt. Ik kreeg ineens meer klanten. Klanten die ik voorheen had, die wilden weer coaching van mij. Hoe is er nog meer geld op mijn pad gekomen? Ik kreeg belastinggeld terug. Nou, noem het allemaal maar op. Echt fantastisch hoe dat werkt. Als je ergens in gelooft, als jij ergens voor staat, dan gaat dat echt uitkomen. Net zoals met jouw negatieve gedachten. Als jij echt denkt dat jij iets niet kan, dat iets niet voor jou is weggelegd, dan komt dat ook uit, omdat dat is wat jij gelooft. En dus wil je echt die dingen gaan geloven die jou verder kunnen helpen. Dus het is me gewoon fucking gelukt om 1500 euro te manifesteren. Ik ben er nog steeds zo blij mee. En misschien is dat voor, ja, voor sommige mensen helemaal niet veel geld. Maar voor mij, om ermee te beginnen, ik vind het echt fantastisch. En ik weet gewoon namelijk dat als ik dit kan, dat ik nog veel meer kan manifesteren. Want als het me 1 keer lukt, dan weet ik ook gewoon zeker dat het me vaker gaat lukken. Goed, dat is dus even het geldstukje. Wat heb ik er nog meer op staan? Nou, Shelke Diki, geen idee waarom ik dat erop heb gezet. Dat was gewoon iets eind 2019 wat heel erg op mijn pad continu kwam. Ik zag overal Shelke Diki. Dat is een eiland volgens mij in Griekenland. In ieder geval een plaats of een eiland in Griekenland. Dus ik dacht, nou, ik zet hem er maar op. 2020 is nog niet voorbij, dus misschien dat het nog uit gaat komen. Maar dat was eigenlijk de enige die niet is uitgekomen dit jaar. Nou, happiness. Ik ben gelukkiger dan ooit, jongens. Echt niet normaal. Wat ik al zei, wat je nodig hebt, komt naar je toe. En puur om echt pure geluk en joy te ervaren. Geluk en plezier, dat is echt wat 2020 voor mij centraal heeft laten staan. C'est la vie. Dat is het leven. Dat is ook echt iets wat is teruggekomen. Dit is het leven. En jij bepaalt zelf het leven. Jij bepaalt zelf hoe je tegen dingen aankijkt. En hoe je met situaties omgaat. Als jij oud pijn, als dat naar boven komt, hoe ga je daarmee om? Word je daar depressief van? Ga je daar helemaal in mee? Laat je die stemmen overheersen?
geloof je die stemmen? Dus geloof je dat jij het niet waard bent? Geloof je dat jij, dat niemand op jou zit te wachten? Geloof je dat jij niet goed genoeg bent? Of zeg je tegen jezelf, het is oké. Weet je, deze stemmen, dit is oud. Het is oké dat dat er is. Het is oké dat die angst er is. Maar het is niet nodig. Ik geloof het niet. Dank je wel dat je me dit laat zien. Maar ik geloof het niet. Ik laat het los. En dat is de enige manier om daar eigenlijk mee om te gaan. Om het niet te verdrinken in je oude verdriet. Maar om het echt om leren omarmen. En dan zul je merken dat het je niet meer zo vastgrijpt. Dat het niet meer zo vastklampt aan je. Dat het jou meer loslaat. Nou ja, een sportief lichaam. Ik ben hartstikke sportief bezig de laatste tijd. 2 keer in de week hardlopen. 1 keer in de week doe ik gewoon een workout. Verder doe ik yoga en meditatie ontzettend veel. Heb ik heel veel gedaan dit jaar al. Ja, jongens, echt alles wat op dit moodboard staat is gewoon zo wat uitgekomen. Behalve dan chalkidiki, maar... verder is alles uitgekomen. En zo werkt dat dus. Als jij puur op intuïtie, puur gaat kijken wat heb ik nodig aankomend jaar. En daar dus die dingen gaat opplakken op een moodboard. Dan zul je zien dat het uit gaat komen. Want dat is wat jij wil. Dat is wat jij verlangt. En als jij dingen op gaat plakken die... Waarin je dus echt alleen maar denkt vanuit een tekort, dan gaat het dus weer niet werken. Want alles is er al. Het is er alleen nu misschien nog niet. Maar alles is er al wel in zijn geheel. En dat is heel erg belangrijk om te beseffen. Dat het er al wel is en dat het dus ook een vrij pad heeft om naar jou toe te kunnen komen. Maar als jij denkt in een tekort van, oh zie je wel, ik heb dit niet... dan blokkeer je de manifestatiewet. Dan blokkeer je gewoon letterlijk het pad. Door die gedachte. Dus laat het... Geef het over. Plak het op. Denk er verder niet meer aan. Laat de wet gewoon... laat de manifestatiewet, laat het universum zijn ding doen. En dan zul je echt merken dat het gewoon naar jou toe komt. Want de weg is vrij. Het kan stromen. En dat is ontzettend belangrijk. Je hoeft je niet overal mee te bemoeien. Je hoeft niet overal alles te willen vasthouden. Want hoe meer jij iets wil vasthouden, hoe tunnelvisier, dat is geen woord, hoe meer jij een tunnelvisie hebt. En dan zijn er andere mogelijkheden niet meer mogelijk, omdat jij zo leeft. Dus daarom wil je gewoon letterlijk open. Lean back. Ontvang. Jij mag ontvangen. Dat is heel erg belangrijk. Dus... pak allemaal boeken erbij, tijdschriften erbij. Blader ze door, dat is wat ik doe. En dan voel ik heel erg, dan merk ik gewoon heel erg aan mijn gevoel van of het resoneert. En resoneren betekent dat het dus aansluit bij je gevoel. Dus als ik inderdaad tegenkom, Bali of zo, dat resoneert heel erg met mij. Want dat is echt, die beleving zou ik nog zo graag in mijn leven willen meemaken. Daarheen willen gaan en de cultuur en alles gewoon mee willen maken. Dat als ik dat zou zien, dan zou ik dat wellicht opplakken. Maar nu, momenteel, als ik het nu zou zien, het zou niet resoneren. Dus dan zou ik het ook niet opplakken. Ik weet niet waarom het niet resoneert, maar dit is niet het moment. Dat voel ik gewoon heel erg. Dus ik blader door tijdschriften heen en voel intuïtief heel erg van wat mag er naar mij toe komen? Wat heb ik nodig op dit moment? Waar groei ik van? Wat heb ik nodig? Wat doet mij ten goede? En dat plak ik op een moodboard. En ja, dan ontstaat er uiteindelijk een heel mooi moodboard. Die ik, dat is trouwens ook nog heel belangrijk. Dat je hem in het zicht zet. Dus dat je er continu naar kijkt en er ook aan herinnerd wordt. En dat je dan op een gegeven moment denkt, wat? Dit is gewoon al gebeurd. Dit is gewoon in gang gezet. Zie je wel, het komt gewoon uit. En dan vertrouw je gewoon op dat het naar jou toe komt. En dat het naar jou toe kan komen. Dat verdien jij gewoon. Hoe fijn is dat?
Dat je gewoon alles verdient en dat je er eigenlijk helemaal niks voor hoeft te doen. Alleen maar te openstaan en te ontvangen. En ja, zo makkelijk gaat het echt. Zo makkelijk kan het echt. Misschien geloof je het niet, maar zo makkelijk kan het echt. En gaat het ook gewoon echt. Alleen laat je je vaak tegenhouden door die stemmen die zeggen, zal wel niet voor mij zijn weggelegd. Of wie gelooft dat nou? Of nou, noem het allemaal maar op. Die stemmen, die houden jou tegen. Die zorgen ervoor dat het niet op jouw pad komt. Dus als je die, als je daarvoor kunt zorgen dat, dat je die links laat liggen, komt alles helemaal goed. Alles komt sowieso altijd goed, maar dan komt het nog meer goed. Hey, dat was de video voor deze keer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vond hem super leuk om te maken. Dat merk je wellicht wel aan mijn enthousiasme. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd of jij dus ook een moodboard gaat maken voor 2021. En laat me dat ook weten. Ga je dat doen? Tag mij. Dat vind ik echt super leuk. Tag mij op Instagram. Maak een foto. Tag mij. En laat me dat weten. Zou ik echt super leuk vinden als je dat doet. Dan kan ik hem weer reposten. En ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dankjewel voor het kijken. En dan zie ik je heel erg graag weer bij de volgende video. Doei!